Mijn hart is een vesting, riep jij over de kantelen. Elk muggenpootje dat jou bepotelde had ik tegen willen houden. Dat is territoriaal, ik weet het. Dit is bekend terrein, sprak ik over het glooiend landschap turend. Je had het koud, je nam de donsdeken, ik stond er toe, keek naar je hals en je fluisterde iets, maar was te moe om mijn antwoord te horen. Dat is een 8 en een 9 waarmee de eerste prijs van de avond inderdaad weer naar een Vlaming gaat. Tijdens de opening van het lezersfeest was het gelijk duidelijk. De strijd tussen de Nederlandse en de Vlaamse schrijvers. Want de Vlamingen doen het goed. Heel goed. Een beetje te goed eigenlijk. We winnen opeens al onze belangrijkste literatuurprijzen, zijn graag geziene gasten op dit soort feestjes. En vanavond is er zelfs een speciaal Vlaamse reuzenpodium. Ja, ik voel me echt een behoorlijk konijn vanavond. Vlaamse reus is een konijn, ja. Mijn privénaam eigenlijk, mijn naam die ik als kind gekregen heb, is Luc. Wat ik eigenlijk geen naam vind, maar meer een soort onomatopee. Luc. Hoe is je naam? Luc. Hoe komt dat toch, dat al die Vlamingen met die prijzen er vandoor gaan steeds? Ja, dat doen die Vlamingen goed, want die hebben dus die juryleden van die Aqua Literatuurprijs, zijn merendeels Vlaams. Dat is wel heel slim. Volgend jaar hoop ik had eigenlijk een Indiaanse jury moeten hebben voor de Aqua Literatuurprijs, dan had ik hem gewonnen. En hoe komt het toch dat al die Nederlandse journalisten vragen hoe het komt dat al die Vlamingen met jullie prijzen heen gaan lopen? Ik denk dat het voor een deel ook een beetje toeval is. Het is net zoals je naar het casino gaat. Bij de roulette valt soms drie keer na elkaar cijfertje 23. Als je kijkt naar Groot Dicté, de Nederlandse taal, is het meestal een Belg die wint. Maar is vaak het taalplezier spat er vanaf. Dus ik denk dat misschien het geheim is van de Belgen. Kunnen de Vlaamse schrijvers dan inderdaad beter schrijven dan die Nederlandse? Ja, als je het mij vraagt, natuurlijk. Het zijn allemaal totale onzindiscussies. Schrijvers zijn individuen. En of je nou uit Nederland komt of uit België komt, dat maakt echt helemaal niks uit. En dat soort battles, nou, dat is leuk voor zo'n festival, voor de lol. Maar voor de rest is het onzin. Ik heb geen mening over wat dan ook. Ik heb geen mening. Rivaliteit onderling. Het is moeilijk om uit deze positie een knietje te geven. Maar nee, er is weinig rivaliteit tussen auteurs. Het is dus een gunstige tijd voor de Vlaamse schrijver. Maar toch zit vanavond niet alles mee. We hebben heel slecht nieuws gekregen daarnet. België zou helemaal blank staan. Dus we kunnen niet meer terug. Dus als er soms iemand hier in de buurt een kamer heeft voor mij, voor de eerste 6 maanden, dan graag. Het is maar goed dat de Vlamingen het zo goed doen hier, hè? Absoluut, anders waren we nu allemaal verdronken. Deze vraag. Ja, dat klopt. Leuk om dit op een Nederlander te mogen schrijven? Ja, ik vind het wel prettig. Het is een aangename manier om de tijd te verdrijven. Nou, mijn eigen literaire tatoeage is af. Nederlanders zijn eigenlijk Vlamingen. Alleen ze zijn het vergeten. Als dat niet toepasselijk is, dan weet ik het ook niet meer.